Many people who look at Ina van Zyls' work wonder whether her subjects are white or dark. To the artist herself, this doesn't really matter. Ik ben niet zo bezig met wat voor kleur iemand is. Het gaat mij echt om het schilderij en wat daaruit voortkomt. Misschien omdat ik uit Zuid-Afrika kom, waar er zo wat zo'n geschiedenis heeft van blank en niet blank, zeg maar. Ik weet niet als ik van een andere plek had gekomen of mensen dat ook had gedacht. Ik weet het niet. Dit was niet mijn oorspronkelijke idee om een blanke persoon en een donkere persoon te schilderen. Het ging mij meer om de relatie of iets uit het alledaagse leven. In dit geval iets vrij intiems. En weer eens door de kleur van het schilderij werd het zo. Het werd donker en licht. Ik ben bewust ervan dat het dan een extra lading toevoegt. Maar ik bedoel, dit is niet al waar het om gaat. Ik zou hopen dat mensen daar niet alleen dat zien, maar ook de andere dingen, meer alledaagse dingen of iets wat uit het schilderij zelf komt of het schilderen zelf. Ik vind die contrast tussen die geel en die donkere kleur heel erg mooi, want die geel wordt eigenlijk een soort licht. En dat vind ik heel mooi, ook die roze tegen die donkere. Die donkere kleur in het algemeen, dit geeft vaker een soort van een warme, broeierige, sensuele sfeer wat ik nog als van hou. Wat dit kleur niet zo leuk geven. Dus dat is ook wel, denk ik, waarom ik van die kleuren hou. Want in dat zelfportret is de huid licht. Maar de achtergrond is ook een beetje dit soort donkere kleuren. Dus daar wordt diezelfde kleur als het ware voor iets anders aangewend. Dus het is eigenlijk ook blank, niet blank. Alleen de niet blank is niet de persoon, maar het is een interieur.